FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Wim, gefeliciteerd. Volendam boekt een goede overwinning op NAC. Hoe belangrijk zijn deze drie punten? Nou ja, natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je kijkt naar de stand is het natuurlijk prachtig dat je bovenin meedoet. En dat je concurrenten natuurlijk wel een signaal geeft. Maar als je kijkt naar de wedstrijd, dan was het natuurlijk een wisselende wedstrijd. Waarin we denk ik fases in de eerste helft ontzettend goed spelen. Ja, een prachtige goal maken met kans op 2-0. Ja, dan moet je het eigenlijk afmaken. Maar dan vind ik wel dat we de nadruk te passief zijn gaan spelen. En dat vind ik eigenlijk jammer, want dat totaal niet nodig. Het is ook wel de verdienste van NAC, die goed uit de kleedkamer kwamen. Maar wij lieten het ook gebeuren. Te veel duels die werden gewoon gewonnen door NAC. Ja, dan kom je eigenlijk in je achteruit te staan. En dan gaat NAC, die voelt dat goed aan. Die zoeken dat opportunisme, die zoeken die tweede bal. Ja, dan kom je met hachelijke situaties. Ja, dan wordt uiteindelijk je keeper je beste man op een gegeven moment. Ja, en dat hoort niet zo te zijn. Allereerst gefeliciteerd. In de eerste helft maak je een geweldig doelpunt. Kun je deze goals beschrijven? Ja, de bal komt voor van links. Ik twijfel niet en dan neem hem in één keer op de pantoffel. En dat was of zo erin of het stadion uit. Nee, ik voelde gelijk dat ik hem goed raakte en hij vliegt mooi erin. En wat gaat er dan door je heen als je ziet dat die bal het net raakt? Ja, dan word je helemaal gek natuurlijk. Blij, juichen, team komt op je af. Nee, is mooi. Walid, gefeliciteerd met je debuut. Hoe speciaal was deze avond voor je? Dankjewel. Sowieso heel speciaal. Het is mijn debuut in het betaald voetbal. En ik denk dat het sowieso voor iedereen extra speciaal is. En als je ook nog van NAC 1-0 kan winnen, is dat helemaal mooi. Dus heel speciaal. Je wordt dan geroepen door Wim. Wat gaat er op dat moment in je op? Ik moet zeggen dat ik vrij nuchter ben. Ik had niet heel veel spanning. Eigenlijk had ik één ding in mijn hoofd en dat was die 1-0 gewoon vasthouden. Met die gedachte ben ik eigenlijk ingevallen. Dus echt om de 1-0 vast te houden en drie punten hier te houden. En voor de fans die jou nog niet kennen, kun je jezelf eens eventjes voorstellen? Ik ben 21 jaar, bijna 22. Afgelopen jaar heb ik met een lange blessure gezeten. Ik ben geopereerd aan een hernia. Heb ik een jaar lang van gerevalideerd. En nu eigenlijk sinds 2-3 maanden fit. Bij jonge wedstrijden gespeeld. Dat ging erg goed. Ik ben fit genoeg geworden nu om eindelijk mijn debuut te maken bij Volendam. En welk gevoel hou je dan over aan deze wedstrijd? Nou ja, dat dubbele gevoel, maar dat hebben we wel vaker. En dat is iets waar we keihard aan moeten werken. Om dat beter voor elkaar te krijgen. En de basis blijft natuurlijk gewoon ons positiespel. Als je ons de fase van de eerste helft ziet spelen. Heel klein en dan weer groot en met heel veel beweging. Ja, dat is waar we goed in zijn. En daar kunnen we tegenstanders enorm pijn mee doen. Ja, en dat laat je na de rust laat je dat volledig liggen. Waardoor je eigenlijk in je zwaktes komt. Ja, en dan krijg je een soort vechtwedstrijd. En ja, dat natuurlijk hebben we trots dat we gewonnen hebben. En de jongens hebben alles gegeven. Dat is een groot compliment. Maar je ziet het graag anders. Ja, en zoals je al aangeeft, Volendam had het echt moeilijk met NAC op een gegeven moment. Zag je dat aankomen van tevoren? Nou, ik weet van oudsher natuurlijk wel dat NAC altijd een lastige tegenstander is. En zeker met de spelers die ze hebben. Met een Ralf Seuntjes voorop en een Haaien. Dat zijn natuurlijk geslepen jongens. Ja, dus ja, dan weet je dat het gewoon lastig is. Maar dan moet je maken dat je vooral in je eigen kracht gaat zitten. Nou, dat heb je voorrust een fase ontzettend goed gedaan. Maar ja, de tweede helft was een stuk minder van onze kant. En dan werd vandaag in eigen huis weer door veel fans gesteund. In hoeverre helpt dat jouw team? Nou ja, als je zeker de laatste fase van de wedstrijd ziet, dan is dat natuurlijk ontzettend belangrijk dat je die steun dan krijgt. En ja, dat is gewoon heerlijk als het stadion vol zit. En, dan voel je ook de energie en dat voelen de spelers. Nou, en ik hoop dat ze dat elke week blijven doen. Dat doen ze ook al bij uitwedstrijden. Dus we zijn daar goed mee bezig. Ja, dat is prachtig. De atmosfeer is echt geweldig. Fans die erachter staan en helemaal tegen NAC, hè, grote wedstrijd. Dus, het was heel goed gevuld. Het was heel mooi.
En je staat nu op 4 goals en 2 assists en speelt een goed seizoen. Wat vind je zelf van je ontwikkeling bij Volendam? Ik denk dat ik me heel goed aan het ontwikkelen ben. Verdedigend en aanvallend. En dat zijn goede statistieken voor een rechtsback, denk ik. En we staan nu wederom op de eerste plek. Wat doet dat met de sfeer binnen zo'n groep? Nou, ja, dat is goed voor de sfeer natuurlijk. Het geeft vertrouwen. Alleen moet je nu zorgen dat je daar blijft.